Petrus en Johannes gaan namens de apostelen naar Samaria om vast te stellen dat het woord Gods daar geland is. En ze zullen de handen opleggen op de mensen die gedoopt zijn in de naam van Jezus Christus, opdat ze de Heilige Geest ontvangen. Dat doet ook denken aan wat Petrus al had gezegd na de Pinkstergebeurtenissen die we in hoofdstuk 2 hoorden gebeuren. Daar stond toen in vers 38 dat Petrus aan de mensen zegt die vragen: Wat moeten we nu doen? Bekeert u en ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Precies dat principe vindt nu plaats in Samaria. Nu komt onze vriend Simon terug op de proppen. Je weet wel, degene die uh, zelf ook heel beroemd was en ervoor had gezorgd dat vele mensen hem, hem aanhingen, en die in Philippus meerdere erkent en ook gedoopt wordt. Simon, die zag dat door de handoplegging van de apostelen de geest geschonken werd, bood hun geld aan en zei. Geeft ook mij die macht, dat ieder aan wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus gaf een antwoord. Wees een ondergang gedoemd jij met je geld, omdat je gemeend hebt de gave gods voor geld te kunnen krijgen. Je hebt part nog deel aan deze leer, want je hart is niet oprecht tegenover God. Leg die slechte gezindheid van je af en bid de Heer dat die slechte gedachte je vergeven mag worden. Ik zie dat je bitter bent als gal en in boosheid verstrikt. Simon antwoordde, bid gij voor mij tot de Heer, dat mij niets mag overkomen van wat gij gezegd hebt. Simon, van wie we dachten dat hij mee was, blijkt toch andere intenties te hebben. En dat wil dus zeggen, het is niet omdat je gedoopt bent dat je in Gods naam. Woont en in Jezus naam leeft. Hij zit er helemaal naast. Want uiteindelijk blijkt dat hij zelf ook het soort van macht wil hebben dat Filippus heeft. Of nog meer zelfs de macht die Petrus en Johannes hebben ontvangen. En hij denkt dat te kunnen kopen. De reactie van Petrus is heel scherp met zeer Veroordelende woorden. En als er staat: je hebt part nog deel aan deze leer, dan wil dat zeggen: je hebt er op dit moment geen deel aan, maar je zal er ook geen deel aan krijgen. Het tweede woord heeft meer met erf te maken: je, je erft het niet, het komt je niet toe. Leg die slechte gezindheid van je af. En bid, dat de heer, bid de Heer dat die slechte gedachte je vergeven mag worden. De slechte gezindheid afleggen is metanoia, bekering. De slechte gedachte is epinoia, hetgeen waar je op gericht staat. Dit is een menselijke handeling. Verander van instelling, verander van kijkrichting, zorg dat je andere dingen verlangt. Dus, wat um, Petrus zegt aan Simon is: maak zelf een verandering en hoop dat het feit dat je in de verkeerde richting stond, je vergeven mag worden. Het is belangrijk om dat concept goed te onthouden. We zullen het nog tegenkomen in de volgende hoofdstukken. Simon is uh, de aanleiding geweest voor het Nederlands woord Simonie. Simonie wil zeggen ervan uitgaan dat je kerkelijke ambten of kerkelijke genades zou kunnen kopen. Nadat ze door de verkondiging van het woord des Heren getuigenis hadden afgelegd, keerde ze naar Jeruzalem terug, terwijl zij nog in vele dorpen van de Samaritanen de blijde boodschap predikten. Petrus en Johannes zijn dit. Die gaan terug naar de thuisbasis. Maar onderweg doen ze wat ze geleerd hebben dat werkt. In Samaria evangeliseren. Terug de focus op Filippus nu. Een engel van de Heer sprak tot Filippus: Begeef u op reis naar het zuiden en ga de weg op die van Jeruzalem naar Gaza loopt. Deze is eenzaam. Sta op en ga, staat er letterlijk. Het is een typische roeping, verwant met zoveel teksten in het Oude Testament. Sta op en ga. Naar het zuiden. Samaria ligt vanuit Jeruzalem gezien in het noorden. En nu moet Filippus de andere kant uit. De suggestie is het, het verspreidt zich in alle richtingen. De steen is in Jeruzalem in het water geworpen en de kring gaat naar buiten toe. En als verkondiger is het wel niet direct de meest aantrekkelijke job. Die weg van Jeruzalem naar Gaza, deze is eenzaam. Je kan ook lezen, deze is woestijn. Het is allebei niet erg aantrekkelijk. Het is geen gemakkelijke omgeving en je gaat er ook niemand tegenkomen. Wie moet ik daar evangeliseren, zal Filippus zich misschien afgevraagd hebben. Maar typisch voor een echte gelovige, hij vertrekt. Hij begaf zich op reis. Letterlijk staat er: hij stond op en hij ging. Terzelfde tijd bevond een Ethiopiër zich op de terugweg van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Hij was een eunuch, een hoveling van Kandakij, de koningin van de Ethiopiërs, en haar opperschatmeester. We zien hier een Ethiopier uit de betere klasse, maar die wel degelijk een Jood is. Hij is naar Jeruzalem gegaan, pelgrimstocht staat hier... Um, het is om, om uh, zich neer te buigen voor God, om um, eredienst te verrichten in de tempel, zoals Joden dat doen. Um, dat wil zeggen, de verspreiding naar Samaria is naar een groep van mensen die wel iets kennen van de Torah. Die hebben dezelfde vijf boeken die voor de Joden zo belangrijk zijn, waarmee onze Bijbel begint. Maar die vervolgens afgescheurd zijn. Hier heb je iemand die wel degelijk zich verbonden voelt met de tempel, maar die in een compleet andere context leeft: Ethiopië um, en daar het Hof. Mensen die er niet helemaal bij horen, maar die er ook niet los van staan dat is de boodschap. Gezeten in zijn reiskoets was hij de profeet Jezaja aan het lezen. De geest sprak tot Filippus: "Ga naar die reiskoets en blijf in de nabijheid." Toen Filippus er naartoe gegaan was, hoorde hij hem de profeet Jezaja lezen. Hij vroeg hem: "Begrijpt je wat je leest?" Maar de Ethiopier antwoordde: "Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij daarin behulpzaam is?" Filippus uh, wordt nu door de geest naar die reiskoets gezonden. Dat is nu de tweede keer op, op een paar versen tijd. Hè. Eerst is het de engel van de Heer die Filippus uh, doet opstaan en gaan. En nu is het de geest die zegt, ga naar die reiskoets. Filippus is echt een instrument in de handen van God. Je mag niet vergeten, het boek Handelingen is niet zomaar de geschiedenis van een groepje religieuze nieuwelingen die we achteraf gezien christenen noemen. Nee, dit is hoe God aan het werk is in en door mensen. Dit is wat nodig is opdat Gods plan realiteit wordt. De uh, eunuch leest de profeet Jesaja. En uh, wat Filippus doet... ...is vragen of hij de interpretatie ervan kent. Is dit een tekst waar je iets mee kan? En het antwoord van, van die Ethiopiër is echt ontwapenend. Hè? Hoe zou ik dat kunnen als niemand me daarin behulpzaam is? Het is toch een ervaring die heel veel van ons ook hebben met Bijbelse teksten. En hij nodigde Filippus uit in te stappen en bij hem te komen zitten... De schriftuurplaats die hij juist las was de volgende: Als een schaap werd hij ter slachtbank geleid, en evenals een lam stond tegen zijn scheerder, opende hij zijn mond niet. Door zijn vernedering is zijn vonnis voltrokken. Wie zal zijn geslacht kunnen beschrijven, want zijn leven wordt weggenomen van de aarde? Dit citaat uit Jesaja gaat over de zogenaamde leidende dienaar, degene die namens God in de wereld is maar daar het verschrikkelijk lijden moet ondergaan en zelfs zijn leven geeft. Zoals een lam naar de slachtbank geleid. Dat is wat de Ethiopier leest. Dat is waarvan Filippus vraagt, kan je daar iets mee? En dat is waar de Ethiopier vervolgens hulp bij nodig heeft. En hij kan de hulpvraag heel scherp stellen... Nu richtte de eunuch het woord tot Filippus, mag ik u vragen van wie de profeet dit zegt? Van zichzelf of van iemand anders? Dat is een heel goede vraag. Daar zijn bibliotheken vol over geschreven trouwens, door exegeten. Het antwoord is vanuit Jezaja gezien nog altijd niet zo duidelijk. Wie bedoelt Jezaja precies? Wie heeft hij voor ogen? Maar voor Filippus is dat zo helder als wat... Want hij leest de oude traditie, de oude schrift, de profeten en de wet vanuit de bril van Christus. Filippus begon te spreken en uitgaande van deze tekst verkondigde hij hem Jezus. Dat is het hart van de christelijke verkondiging. Binnen die context van het Oude Testament. Wij lezen die Oude Testamentische teksten om uitgaande van die tekst Jezus te verkondigen. Al voortreizende kwamen ze bij een water en de hoveling zei: Hier is water, wat is er op tegen dat ik gedoopt word? Hij liet de koets stilhouden en beide, Filippus en de Eunuch. Daalde af in het water en hij doopte hem. De doop van het water, hebben we geleerd, heeft te maken met de metanoia, met de bekering, met de keuze van een mens om zich af te stemmen op Christus. En eens iemand de prediking echt heeft binnengelaten. Wat houdt het dan tegen om die stap te zetten? Pas op, dat is niet hetzelfde als onze sacramentele doop op zich. Hè. Onze sacramentele doop is, is veel meer gelaagd dan wat hier beschreven wordt. Dit gaat over de geloofsact van een persoon. Overigens zijn er um, uh, Bijbelse geschriften. De meest jonge manuscripten zijn dat, die een zin uh, toevoegen hier, uh, die een antwoord geeft op de vraag, wat is erop tegen dat ik gedoopt word? Um, dat is wettig als je met heel je hart gelooft, zegt Filippus uh, dan aan die eunuch. En die antwoord dan, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het is die geloofsact die verondersteld wordt. Waarschijnlijk een latere toevoeging aan die tekst om het wat helderder te maken in tijden dat het sacramentele complexer werd. Overigens, het feit dat ze daar water aantreffen, kan ons misschien niet zo speciaal klinken, maar ik kan je vertellen, op de weg van Jeruzalem naar Gaza, wandelen door de woestijn, ergens water zien, is niet onmogelijk, maar het is wel een speld in een hooiberg. Hier is water, het is als een geschenk van God. Toen ze in het water gekomen waren, rukte de geest des heren Philippus weg. De eunuch zag hem niet meer en zette vol blijdschap zijn reis voort. Het zou interessant zijn om het vervolg te horen van die reis. Die hoveling die bij Kandakij aankomt en vertelt over de gebeurtenissen, misschien zelf de geest ontvangt en verkondiger wordt. Het is niet toevallig. Dat Ethiopië wordt gezien in onze traditie als een van de oudste christelijke landen. Maar we weten niet wat er gebeurd is bij de Eunuch. Zijn verhaal stopt hier in zijn blijheid. Philippus Echter werd aangetroffen in Azotus. Daar trok hij rond en predikte de blijde boodschap in alle steden, totdat hij in Caesarea kwam. Ja, Philippus wordt weggerukt... En bevindt zich plots ergens anders, staat er. Het, het is alsof hier een versnelling uh, op gang komt. Uh, we hadden die al gezien bij Petrus en Johannes, die in verschillende dorpen in Samaria predikten. En ook Filippus zal dat doen tot hij uiteindelijk in Caesarea terechtkomt. Caesarea Maritima, Caesarea aan de zee, dat uh, in het noordwesten ligt van. Samaria, een chique stad die later in het verhaal nog een belangrijke rol zal spelen.